Bijna 2 jaar lang zijn ze bij Aquazoo in Leeuwarden bezig geweest met de voorbereidingen voor de komst wat een van de grootste publiekdekkers voor de dierentuin moet worden. De Amoebische tijger. Daarvoor moest eerst flink verbouwd worden en dat kostte meer tijd en geld dan verwacht. We zijn er 2 jaar geleden mee begonnen. Met tekenen, met rekenen, plannen maken, plannen bij de directie uitleggen. Nou, uiteindelijk goedkeuring gekregen om daarmee te gaan starten. Toen kwam het grote rekenwerk. Nou, toen hadden we dat klaar. Toen konden we opnieuw beginnen, want ondertussen waren de grondstofprijzen enorm gestegen. Nou, toen hadden we dat op een gegeven moment klaar. Toen zijn we het vergunningtraject ingegaan. Dat heeft best nog wel wat tijd gekost. En uiteindelijk zijn we in november echt begonnen met de bouw. En nu is het bijna 1 mei en is het helemaal klaar en gaan we morgen open voor het publiek. En hoewel de laatste dingetjes nog gedaan moeten worden, zijn de tijgers nu dan toch gearriveerd. Een vrouwtje kwam over vanuit dierentuin Beekse Bergen en een mannetjestijger werd uit Hongarije gehaald. En vooral die laatste moest wel even wennen. Ja, nou ja, de eerste dag was het inderdaad heel veel bijkomen van de reis. Hij is zo'n 5, 26 uur onderweg geweest. Dus dat is een beste rit. Ja. In een kleine kist natuurlijk. En de eerste dag die had hij natuurlijk echt even nodig om bij te komen daarvan. Dus we zagen hem heel veel slapen. Inmiddels heeft hij daarachter een mooi plekje gevonden van waar hij mooi alles een beetje kan overzien. Hij heeft ook al lekker gegeten inmiddels, dus dat komt helemaal goed. Het mannetje en het vrouwtje zitten voorlopig nog gescheiden van elkaar in aparte verblijven. Maar uiteindelijk is de bedoeling dat ze bij elkaar komen en dat er kleine tijgertjes komen. Het vrouwtje is nog vrij jong. Die is bijna 3 jaar oud. En dat is al wel de leeftijd dat ze normaal gesproken bij haar ouders weggaat. Dus wat dat betreft een hele logische stap. Maar we vinden nog wel wat vroeg om haar te introduceren bij het mannelijke dier. En daarbij bepalen we dat ook niet zelf. Ze zijn onderdeel van een Europees managementprogramma. En de coördinator daar die regelt welke dieren wanneer bij elkaar gezet mogen worden. Dus we hebben hier 2 verblijven waar ze eigenlijk gewoon alles nodig hebben. Dus daar kunnen ze prima in hun eentje vertoeven. Uiteindelijk willen we ze natuurlijk heel graag bij elkaar zetten. Dat zal ook wel gaan gebeuren. Maar wanneer, dat zal nog even de vraag zijn. En dat is dus afhankelijk van het programma. De komst van de tijgers is het duurste project van Aquazoo tot nog toe. In totaal moest er bijna 1 miljoen geïnvesteerd worden. En dat moet uiteraard ook weer terugverdiend worden met merchandise en de verkoop van kaartjes. Ja, dat klopt. Dat zou de directie wel een prijs stellen. En daar gaan we de komende tijd hard mee bezig. Want is dit, denk je, ik wel echt een publieksloeker? Ja, dat denk ik wel. De Amoertijger die we hebben is de grootste katachtige ter wereld. Dus echt een heel indrukwekkend dier. Daarnaast hebben we ook een heel indrukwekkend verblijf gebouwd. Dat durf ik wel te zeggen. En we zijn heel benieuwd naar de reacties van de mensen. Maar wat we tot nu toe gehoord hebben en wat we er ook zelf van vinden, is dat wel heel erg positief. Ja.